1 miljoen volgers op YouTube. Er zijn niet al te veel mensen die kunnen zeggen dat ze dat hebben. Maar sinds gisteren kan een jongen van 17 uit Herentals het wel. Jordi maakt filmpjes, deelt die via YouTube en verdient zo intussen veel geld. De vreugde bij Jordi en zijn moeder kan niet op als de teller van YouTube over de 1 miljoen gaat. 3 jaar geleden maakte hij zijn eerste filmpje. Vandaag hebben in ons land alleen Tomorrowland en DJ Dimitri Vegas meer volgers. Ik keek vroeger zelf naar andere mensen die filmpjes maakten. En ik had echt zoiets van, amai, dat is echt wel tof wat die mensen doen. Ik wil ook wel eens proberen. Eerste filmpje gemaakt, dat was gewoon een spel dat ik speelde, muziek op de achtergrond. Maar het tweede filmpje was er al een camera op mijn hoofd. Begon ik wel grapjes te maken en toen besefte ik van oké, deze is toch wel iets wat ik wil doen, iets met comedy en er gewoon ja, vanaf dat moment er volledig voor gegaan. What are you doing? Playing CSGO. You should take break. Take break. And do what? This. Filmpjes over Russen of nu over Donald Trump spreken mensen aan. En intussen stromen de centen binnen. Via sponsoring en een eigen kledinglijn. Maar elke week zendt hij ook live uit op het internet en kunnen mensen betalen om iets te mogen zeggen. Mensen in Dubai hebben ook toegang tot internet. Allemaal die rijke oliesheiken moeten maar één keer geluk hebben dat een van die sheiken je stream vindt en gewoon een paar duizend. Dropt. Jordi ziet zijn toekomst als hij klaar is met school rooskleurig in. Ik kan niet wachten tot een dag dat ik mijn diploma heb, in het kastje lig en gewoon kan knallen.